gaan een heel mooi project realiseren. En vandaag is de ondertekening van een laatste stap die we gaan doen voor werkelijke realisatie van 7 hele mooie woningen in het Knarrenhof. Naast een ander aantal koopwoningen. En we zijn heel blij dat we het kunnen doen. Het gaat over lang op jezelf kunnen wonen en voor elkaar zorgen. En wat we steeds vaker zien is dat we huizen nodig hebben voor mensen die wat ouder worden. Levensloopbestendig, en dat is al heel lastig om te realiseren. Maar wat daarnaast nog zo belangrijk is het deel van de zorg. Een woning is op zich prima, maar je moet erin leven en je moet er oud in kunnen worden. En we zien steeds vaker dat het toch lastig is voor onze bewoners om goede zorg te kunnen krijgen. Stichting Knarrenhof is daar speciaal op gericht om ook in zijn samenvang met elkaar te kunnen leven. Dat heet nabuurschap, in goed Nederlands nabuurschap, maar oorspronkelijk nabuurschap. En dat betekent mensen dat naar elkaar om kunnen zien. En het is mooi om een woning te kunnen realiseren waarbij dat concept ook echt aanwezig is. Ja, de levensloopbestendigheid is bijzonder. En het hofje wat erbij aan zit. Dus dat je daar een gezamenlijke binnentuin hebt. En een gezamenlijke ruimte om daarin te zijn met elkaar. En dat maakt het project net zo anders als andere projecten. Mensen kunnen een aantal opties kiezen. En die zijn vooraf bedacht met elkaar. Van nou ja, wat zouden mensen graag kunnen kiezen? Wat zijn er dan de mogelijkheden in? En daar kunnen mensen in kiezen. En dan kunnen ze daarmee een persoonlijke draai aan de woning geven. Hoe ziet het verdere traject eruit? Nou ja, dat wij hard in de voorbereiding met alles gaan starten. En dat we in het najaar, het vierde kwartaal van dit jaar, de schop in de grond gaan zetten. LOZFM.